Parlementariër Karel Breeveld ergert zich eraan dat het niet duidelijk is wanneer het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de financiële bijstand over de maand december zal uitbetalen. Het ministerie heeft onlangs haar cliënten voorgehouden dat de uitbetaling tot nader order is verschoven. Het is niet de eerste keer dat de uitbetaling van de sociale bijstand laat zal plaatsvinden. Breeveld heeft in een open brief aan president Desi Bouterse zijn misnoegen hierover kenbaar gemaakt. Hij hoopt dat de president snel handelt, zodat de mensen voor de kerstviering hun uitkering kunnen ontvangen. Twee groepen genoemd in mijn brief. Dat zijn aan de ene kant de mensen die dus sociale uitkeringen krijgen van de overheid, maar ook de instellingen die subsidies moeten hebben en die een heleboel achterstanden hebben omdat de overheid het geld niet overmaakt. Dat zijn hele belangrijke, kwetsbare groepen in onze samenleving. En de president heeft steeds gezegd, de mens staat centraal. Nou, als de mens centraal staat, dan kun je deze mensen niet in de kou laten staan, want dat is wat er gebeurt. En we kunnen het mooier gaan maken, we kunnen praten over bureaucratie, we kunnen praten over mensen hebben hun stukken dan niet ingediend. Maar ik denk, jongen, we hebben 50.000 ambtenaren hier in dit land. Hoe is het mogelijk dat dingen zo traag en zo vermoeiend lopen? Dan moet het juist heel snel en vlot gaan. Maar goed, aan efficiëntie ontbreekt het. En wat mij vooral steekt, is het feit dat aan de ene kant de mensen in nood verkeren, omdat ze hun uitkeringen niet kunnen krijgen. Maar aan de andere kant de middelen geallockeerd worden voor de relatiegeschenken voor ministers en de president. En dan denk ik, ja, dit is toch een wanverhouding. Dit is niet wat het moet zijn. En wij komen op voor gerechtigheid in dit land. Dingen die niet zuiver zijn, die moeten we aankaarten. Die moeten we inderdaad aan de orde stellen. Nu is het zo dat sommige mensen zeggen, ja, omdat Breeveld niet meer in de coalitie is, daarom zegt hij deze dingen. Nou, ook tijdens de periode dat ik in de coalitie ben geweest, zijn deze dingen aan de orde geweest. Breeveld zegt verder dat hij steeds de kwestie heeft aangehaald. Eens als deel van de coalitie en nu als deel van de oppositie. Hij hoopt dat het probleem van de late uitbetalingen definitief opgelost zal worden. Ik heb geleerd in Suriname, als je iets in orde wil krijgen, moet je soms 1000 keer erover praten. Dan kan er misschien iets gebeuren. En ik heb gemerkt hoe weerbarstig dingen in de Surinaamse politiek zijn. Zaken duren vaak lang, maar je moet de moed niet opgeven. En je moet herhalen en je moet doorgeven. En je moet gewoon ook werken aan de bewustwording van de bevolking zelf. De bevolking moet ook gewoon heel duidelijk haar stem laten horen. En als wij als volksvertegenwoordiger ons inzetten en er komt nog niets van, dan moeten we dat blijven doen totdat het in orde is. Aldus parlementariër Karel Breeveld, hij ergert zich eraan dat de financiële bijstand over de maand december weer laat uitbetaald zal worden.